Richard de Mos van de Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. Een groen-geel hart, hoe bloedt dat? Ja, heel heftig. En zeker ook dat we als gemeente als tandenloze tijger optreden. We hebben drukmiddelen die niet zijn benut. Samen met de KNVB optrekken om met de licentie, drukmiddel naar Wang. Samen optrekken om het stadion, drukmiddel naar Wang. Al die drukmiddelen zijn niet gedaan. De wethouder zegt dat kan allemaal niet. Ja, dat kan niet. Hij heeft het ook niet geprobeerd, zegt hij net. En dan is ook nog de gang naar de rechter die niet gemaakt is. Er is geen enkele poging ondernomen om, die drukmiddelen toe te passen. Dus is de club nu in handen van een Chinese draak. Hoe moet het verder met ADO? Ja, dat wordt heel moeilijk. Ik hoop dat ik er volledig naast zit en dat Wang er wat moois van maakt. Maar ik vermoed het ergste. Nu liet de wethouder nog wel even doorschemeren dat er is een groep Haagse ondernemers. Die zou bereid zijn samen met de gemeente een meerderheid in de club te kopen. Dat, hij zegt, nou, dat aanbod staat nog steeds. Is dat een goed idee? Dat is een heel goed idee. Dat is het idee wat Groep de Mos natuurlijk al heel lang roept. En eigenlijk buiten de PVV om geen enkele steun voor heeft gekregen. Ja, het is gewoon heel jammer dat de wethouder ook nu erbij zegt dat er geen duidelijk bod is gedaan. Dus hoe hard dat verhaal is, dat durf ik me af te vragen. Komt het nog goed met ADO? Nou, dat hopen we wel. Het is natuurlijk de mooiste club van Nederland. En ik hoop met vele supporters dat het goed komt. Maar voorlopig zitten we in de puree. Daniel Scheper van D66 in Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad. Wethouder heeft vandaag bekendgemaakt dat er een afscheid komt van de gemeente Den Haag en ADO. Steunen jullie dat eigenlijk? Ja, het is een treurige dag wat dat betreft. We hebben inderdaad de raadsmededeling gehad dat het college voornemens is om het aandeel terug te geven aan ADO. Dat klopt en dat is heel jammer, maar gezien alles wat er gebeurd is, wel logisch te verklaren. Maar verliest de gemeente daarmee ook niet zijn greep op de voetbalclub? Verliest de gemeente zijn greep op de voetbalclub? Ja, ik zie dat niet zo. Kijk, op dit moment zien we gewoon een gouden aandeel wat een klatergoud aandeel blijkt te zijn. De waarde die daaraan wordt toegedeeld is eigenlijk niet heel. Want alles wat we wilden doen is te voeten getreden, hè, als gemeente. Alles wat we wilden bespreken, of waar we invloed op hadden, een begroting die toch wordt doorgestuurd. Ja, daar kunnen we kennelijk geen invloed op uitoefenen. Ja, dan vind ik dat je gewoon terecht moet zijn en zeggen, nou, dit is niet iets waar wij invloed voor hebben. Dit is niet iets wat voor ons uiteindelijk als gemeente iets is waar je aan verbindt. En dat je dan terugtrekt is logisch. En al die fans, straks komt de club nu in problemen? Ja, ik vind het echt heel erg. Ik ben zelf gewoon ook rasaangenees. Ik kom aan de rand van Loosduinen ben ik opgegroeid. Dus het doet me echt pijn om te zien dat ADO op deze manier weer in het nieuws komt. Maar goed, we hopen gewoon het beste. En ik hoop ook het beste voor ADO. En dat Wang misschien een keer wel waarmaakt wat hij gedaan heeft en zij heeft beloofd. En dat ADO eruit komt. Maar ik denk dat het goed is dat de gemeente nu voor de keuze heeft gemaakt om een andere weg in te gaan. De wethouder laat ook nog de mogelijkheid open dat er toch nog Haagse ondernemers en de gemeente de club voor een deel overnemen. Is dat een idee, toch, uiteindelijk misschien nog? Het is altijd mooi als lokale ondernemers met elkaar kijken of ze kunnen om Den Haag weer echt Haags te maken. Maar daarvoor moeten meerdere mensen meedoen, onder andere ook meneer Wang. Maar wat mij betreft zou ik dat wel graag zien. Begaanbare route. Ja, wat de gemeente betreft hebben we al gezegd dat dat een begaanbare route is. Laat het gewoon vooral Haag zijn. Maar nogmaals, daar gaat ook iemand in China over.